Breda Nu. Je weet het meteen. Het Brakke Festival viert dit jaar haar 30ste verjaardag. Tijdens deze grootste kindervakantieweek van Brabant kunnen kinderen in het recreatiecentrum terecht voor allerlei activiteiten. Van bloemschikken tot voetbal en er staat zelfs een heuse circus tent buiten op het terrein waar voorstellingen worden gegeven. Het thema van dit jaar is namelijk circus. Wat heb jij vandaag gedaan? Nou, ik heb koekjes gebakken en ik heb ook nog op de springkussen gezeten. Volgens mij heb je net heel actief iets sportiefs gedaan. Ja, we hebben gevoetbald. Oké. Ja, het was heel leuk, maar de laatste was heel moeilijk, omdat die kon heel goed voetballen, dus ze hadden verloren. Maar we waren niet scherp. Ik heb daar gespeeld en nog daar. Daar bij het podium en ik mocht de DJ helpen. Oh, je hebt ook op dat podium gedanst. Dat durf ik niet. Nou, ik heb erop gedanst eigenlijk. Ik heb ook gezongen met mijn maten, dus doen we gewoon met Ian en zo, Romano. Het was wel leuk. Dit heb ik zelf gedaan, ja. En ik heb heel wat bloemen afgesneden. En dan heb ik ze ook goed ingestopt, zodat ze wel een mooi beetje bij elkaar uitzien. Ja, zeker, dat heb je heel mooi gedaan. En nog een vlinder erbovenop, zie ik. Ja, en dat is eigenlijk om te onthouden van wie het is. En want er zijn zoveel kinderen bij het Brakkenfestival die bloemschikken doen, dat het haast wel moeilijk onthouden is. Maar als ze nou geld hadden uitgegeven voor het Brakkenfestival, dan kunnen ze dat nog aan Afrika geven. Dat is slim, toch? Want, ja, want heel veel sommige plekken in Afrika zijn arm. Dat is waar, daar heb je goed over nagedacht. Eten, en daar hebben ze niet eens geld. Daar is het zo warm dat ze daar geen eten hebben. Maar er bestaan wel aardige mensen op de wereld, dus hun krijgen wel geld. Ja, jij bent ook heel aardig, hè? Mm-hmm. En heb jij dit bloemstukjes, die heb jij niet gedaan? Ja. Wat mooi. De kinderen hoeven zich niet te vervelen deze dagen. Nee, kinderen hoeven zich absoluut niet te vervelen, want er is genoeg te doen. We bieden meer dan 85 activiteiten in totaal. Variërend van sport en spel tot dans, tot creatieve dingen die ze kunnen doen. Maar ook losse workshops, bijvoorbeeld een workshop djembe. Lekker rust. Ja. Ouders dan tenminste. Ja, het Brakkenfestival is de hele dag van 10 tot 4. Dat betekent inderdaad dat ouders lekker kunnen ontspannen van 10 tot 4. Breda Nu. Je weet het meteen.